Goedendag kijkers, Botlek TV. Hartelijk welkom hier bij Moore & Murray's aan de Spuistraat in Spijkenisse. Waar Tineke Nussink, beeldhouwer, ja, de afgelopen weken wel flink is opgeschoten met de making of Max. Max, de trouwe viervoeten, de herdershond die in 1942 op 27, 28 oktober zijn baasjes de straat uit zag gaan aan de voorstraat hier in Spijkenisse. Wachtend tot ze terug zouden komen. Maar ze zijn nooit meer teruggekomen. De mannen vermoord in Midden-Europa. De dames, de vrouwen, Ellie het meisje in Sobibor, Auschwitz. En Max, het symbool van dat we niet vergeten. Symbool van vrede, van samen zijn. Opdat we het ook nooit meer mogen vergeten. En wat is er afgelopen week gebeurd? Ja, opdat we het nooit meer vergeten. En we zitten nu weer zo dichtbij op dat punt wat we niet meer wilden vergeten. Rusland is Oekraïne binnengevallen. En ja, de wereld is compleet veranderd. En eigenlijk moet ik zeggen dat Max, de hond, nog belangrijker gaat worden als symbool van wereldvrede. En dat klinkt misschien wel hoogdravend in een stadje als Nissewaard, Spijkenisse, om daar een hond neer te leggen. Van brons door Tineke gemaakt en dan zeggen dat het een wereldsymbool is. Maar hier in Spijkenisse dadelijk is Max meer als alleen maar de hond die wacht op zijn baasjes. Het is ook de hond die wacht op wereldvrede. Tineke, afgelopen weken ben je druk bezig geweest. Max wordt mogelijk gemaakt. Max krijgt ook vorm. Ja, zijn kop zit er nog niet op, zijn staart zit er nog niet op, zijn poten zitten er nog niet aan, maar Max heeft rondingen gekregen uit dat grote blok EPS, piepschuim, is langzaam maar zeker iets zichtbaars geworden. Ja, klopt. Je hebt hard je best gedaan. Ja, ik heb hard doorgewerkt. Want je bent begonnen met stukken eraf te halen. Ik zie jou hier nog met een masker op, met een overal aan, bril op, veiligheidsbril, met zo'n grote elektrische zaag. En nu wordt het zo langzamerhand toch weer kleine bijteltjes en met souplesse de dingen erin te brengen. Ik kan nog wel even wat grover te werk hoor. Grover te werk, ja. Hij heeft nog een beetje dikke nek. Ja, de nek daar moet nog aardig wat vanaf. En ik wil eerst dan de schouders en de borst gaan vormgeven. En dan werk ik zo naar achteren toe. Ja, nou voor de kijkers, dit is niet zijn staart, laat dat duidelijk zijn. Roel van Deursen, de man achter de camera, die heeft weer iets fraais bedacht, een tafelstandaard. Want we willen natuurlijk ook dat u het niet alleen ziet, maar dat u het ook goed hoort. En we hebben, wat dat betreft hebben we fantastisch geluid. De staart, om het daar maar eens even over te hebben, Tineke. Wanneer zit hij eraan? De staart is een los onderdeel, dus dat zal wel een van de laatste dingen gaan worden. Als dit nu zo aardig in vorm is, dan ga ik hier bovenop nog een stuk EPS lijmen voor de kop. Die wil ik dan ook in vorm hebben. En dan ga ik de poten uitwerken en de staart. Ja, we hebben het steeds gehad over een herdershond. Ja. Maar het is niet de herdershond van tegenwoordig, hè? Het was echt een speciale hond. Vertel daar eens wat meer over. Nou, speciaal zou ik niets willen zeggen, maar ja, in de loop der jaren, en we spreken nu van bijna 80 jaar geleden, is er een hoop in die zin in de kinologie veranderd, dat fokkers hebben gesleuteld aan het beeld van een hond. Hè, dus men vroeg bijvoorbeeld om een hond die er als een beertje uitzag. Dat zijn dan allemaal die hondjes met zo'n plat gezichtje en van die ronde oortjes. En de herdershond heeft dus ook de nodige veranderingen ondergaan. Ja. Vroeger hadden ze een rechte rug en nu is die rug steil naar achteren. De honden hebben last van heupdysplasie. Ja, ja goed. Max niet. Die heeft eigenlijk stevige heupen. Die ligt daar zo. Ja. Max was eigenlijk dus een huistuin- en keukenherder. Ja, ik weet niet of het echt een goede rashond was. Daarvoor zijn de foto's ook te sumier. Over een week of twee komen we weer terug bij Tineke. En bij u natuurlijk. Om te kijken, de making of Max, hoe
hoe ver jij bent gevorderd. En over de Making of Max, dames en heren, er zijn allerlei activiteiten. En we hopen ook, wensen dat natuurlijk, dat zeker in deze moeilijke, rare periode, waar we juist aan vrede moeten denken, dat er initiatieven worden ontplooid, in eerste instantie voor de mensen in Oekraïne, en ook zo graag mogelijk voor de Making of Max. Dat Max hier in oktober 2022 in de Voorstraat zal liggen, nog steeds te wachten op zijn baasjes. Dus heeft u een idee, heeft u een plannetje dat u zegt van nou, hier kunnen we wat centjes mee verdienen, zoals Sylvia Katz, de mensen op Waterland, die ervoor hebben gezorgd dat er leuk wat centjes binnenkwamen van de statiegeldactie. Ferry Fikkers met zijn posteractie, waarvan de opbrengst dus ook voor een deel beschikbaar wordt gesteld voor Max. En zo zijn er achter de schermen nog heel veel mensen bezig. En daar zullen we u de volgende keer zullen we u daarover rapporteren. Dit was de Making of Max. Maak Max mogelijk, mede dankzij u. Dankjewel, Tineke. Graag gedaan, Joop. Dankjewel, Max.